rijden op de Tolweg waren we eigenlijk niet van plan. Nee. Maar ja, de plannen zijn er om te veranderen. Ja, het is gewoon even wat makkelijker deze keer. Want we trouwens ook in de diesel verbruikt voor de bergen. Gaat ook, En we willen vandaag naar Kanje gewoon. Ja, we gaan vandaag. Dat is ook een beetje een wijziging van plannen. In één keer naar Kanje. Maar in één keer is vanaf Avignon. Of eigenlijk ja. Chateau Renard. Het is een beetje bewolkt. Heel veel vrachtwagens. Ja, ook dat. Moet nog even koffie drinken ergens. Lunch ergens. Ja. Boodschappen doen in de Chiant in Ville-de-Vrouwen. Ik ben benieuwd hoe dat is met de camper om daar te zijn. Ja, inderdaad. Het is wel heel anders dan gewoon op vakantie 3 weken. Met gierende banden van A tot Z over de Tolweg. Ja. Nou, we hebben al een hele leuke rit achter de rug. Zeker, ja. Dus, en geen rare ook, en geen moeilijke nog tot nu toe. Dus even afkloppen. Dus ik zou zeggen, later. Nou, wat zien we? De zee. En Orno zei hier een lelijk woord. Ja. Maar dat piept hij er maar uit. Nou, we rijden net Antibes uit. Om even een plekje zoeken om aan dit mooie uitzicht te genieten en een hapje te eten. Later. Zo, dan ga ik jullie een stukje van de camping laten zien. Eerst ons plekje. Nog even naar het uiterste puntje. Over de gevallen bladeren. Nou, niet fout, hè? Dat is een aardig eentje. Fietsen. Auto van de buren. Sanitair, vuil, daar zijn nog urinoirs, dus om toilet, chemisch toilet, om te wassen, om af te wassen en de douches. En aan de rechterkant zijn de toiletten en daar kan je een rondje lopen, dan kom je daar weer. Nou. Daar. En aan deze kant is de wifi wat beter. Bonjour, monsieur. En hier is ook nog sanitair gebouw. En hier kan je wat eten en drinken. Het is middags vanaf 5 uur. Nou, de receptie is daar.
Kijk, en de rest is er. Ja, voor de rest staan hier caravans, tenten niet geloof ik, maar... En mobile homes. En die staan zelfs tot hoog op de berg. Dan kan je hier, oh ja, nee, hier niet zien. Maar vanuit ons kan je dat wel zien. Ja, en dit kan ook. Hoe laat is het in? 8 uur precies. 8 uur vanavond. En het begint ineens flink te onweren en te regenen. Ik denk dat de boeren ook in Frankrijk er blij mee zullen zijn. We maken ons een beetje ongerust over degene die daar schuin bij ons aan de overkant staan. Die zijn lopend naar het centrum van Cagnes-sur-Mer gegaan, maar ze zijn nog niet terug. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Laat in de middag eigenlijk al. Ja, maar het is nog 27 graden. Ja, maar hoe laat is het? 4 uur. 4 uur in de middag. Zo zie jij ook een beetje op. Okay, we staan in Antibes, in Port Vauban. Port Vauban. Oh ja. Oude gedeelte van Antibes gaan we zo in. Ja, we hebben de fietsen daar neergezet. Maar die staan, dat gaat prima. Er liggen hier weer verschrikkelijk mooie bootjes. Ja. Sowieso. Misschien straks even over die wal heen lopen daar. Maar we gaan eerst even de stad in. We hebben net lekker wat gedronken. Ja. En we gaan nu... Misschien wel een ijsje eten. Ja. Een ijsje eten, dat wilde Ineke. Ja. Dat is voor mij niet zo goed, dus ik doe dat niet. Ik hou het wel bij een biertje. Oké, ook goed. Tot later. Nou, zijn we weer naar ons rondje door de oude binnenstad van Antibes. Ja, en we hebben heel veel ervan gefilmd. Ja, not. Not, niks dus. Maar goed, het was gezellig, het was warm, druk. Ja, erg warm. Lekker ijsje gegeten. Biertje gedronken, dat had ik al. Ja. En nu weer terug naar de camping. Ja. Even wat bootjes laten zien. Dan doen we 1, 2, 3, 4. Een beetje moeilijk om te zien wat ik moet filmen. Maar... Ik denk wel dat het uitkomt. We staan op een verhoging in de schaduw. Ja, het is nog steeds 27 graden, 10 over half 5. Daar staan onze fietsen. Ja, daar gaan we naartoe. En dan gaan we 16 kilometer fietsen. 16? Ja, ruim 14, 15. En het reuzenrad gaan we maar neer, hè? Nee. Oké, later! Maak je hier een beetje? Heel erg. Waar zijn we eigenlijk? Aan de boulevard, in Kanje. Met een? Een rozeetje of 1, 2, 3. Ineke in de ijssalon een ijsje aan het bestellen in het Frans. Ja? En die meneer achter de toonbank, dat is de vader van Martin. C'est le père de Martin. Oui. Merci madame, très gentil.
Merci. Deed ik dat even goed op zo'n Frans? Nou, dat deed je hartstikke goed, schat. Ja. Ik ben trots op je. Ik ook. Ik ben ook trots op mezelf. Mooi zo. Ik heb yoghurtijs en vanille. En ik heb alleen yoghurtijs. Ja. Oké. Okay. Nou, eet smakelijk, hè? En dat na het rozeetje. Zo, aan de boulevard van Kanje. Wat hebben we allemaal gedaan vandaag? Nou, dat weet ik eigenlijk allemaal niet meer. Was het veel? Ja. Ja? Deze warmte best veel. Best veel. We hebben maar wat was het? Gedronken. Oh, dat is een leuke ding. Ik dacht dat je ook de klusjes bedoelde. We hebben ijsje gegeten. Ijsje gegeten. Boodschappen gedaan. Nu zitten we even. Ja. Is ook wel aardig druk op de boulevard. Mooi weer. Het is heel mooi weer, ja. Het waait ook een beetje, dus dat scheelt ook. Dat maakt het wel iets aangenamer. In de verte Villeneuve-Loubert. Helemaal in de verte Antibes. En hier aan het strand de Côte d'Azur, de Mediterranee. Zo blauw, zo blauw. Op sommige gedeeltes is dat nog, hier niet echt. Dan ligt er nog een mooi bootje. Even een beetje kan inzoomen. Ik word geprikt door Ineke. Nee hoor. Jawel, je prikt hem in mijn rug. Je duwde in mijn rug. Oh, je wil een selfietje of in ieder geval dat wij... Ja. Oké, okay, nou dan moet ik weer even op de knopjes drukken. 1, 2, 3, 4. Nou, geweldig toch? Oh, ik moet eigenlijk naar de kapper toe, hè? Ja, ik ook eigenlijk alweer. Ja, hè? Ja. Wat heb je te vertellen, Ineke? Nou, eigenlijk heb ik alles al verteld vandaag. Het is 29 graden. Hier valt het eigenlijk wel mee. Gisteren was het heel erg, was het 32 graden. Ja. Er was ook geen wind. Nee. Nou, echt. We zijn nog net niet gek geworden. Nee, toen hadden we de wind beter kunnen gebruiken dan nu. Ja. Maar het is echt geweldig hier weer. We hebben net boodschappen gedaan, dus ik denk niet dat we te lang moeten wachten. Nee, want dan hebben we de wijn niet koud. Hè? Dan is de wijn niet koud en dan worden de yoghurtjes warm. Oh ja. De zalm gaat dan vanzelf al gaar worden. Ja, nee. Dus... Laten we dat maar niet doen. Oké, later. Nog een beetje goed, want... Nou, je bent nog niet in beeld. Ik ben nu in beeld. Maar je haar zit goed, je zonnebril staat stoer. Dus dat zullen de mensen zo wel zien. Want we zijn weer stout aan het doen en uit eten. Waarom is dat stout? Ja, dat is een goede vraag. Brasserie du Cour zijn we. Hoe laat is het, Ineke? 1:50. En wat heb jij besteld? Oh, tartare de saumon. Met? Frietjes en de legum salade. Oké, en dat heb je de vorige keer had je ook besteld, hè? Ja, ik vind het zo lekker. Ja. Dus hoef je vanavond niet te kopen, chef Kok-Onno. En dat scheelt chef Kok-Onno weer. Die heeft dan een vrije avond. Ja. En chef Kok-Onno heeft een pizza besteld, sicilienne. Niet met extra frietjes en ook niet met salade. En we drinken er een lekker... Rozeetje bij. Proost. Proost. Ja, ja. Hoeveel graden is het? 29. Dus is het weer warm hier. Op de fiets was het wel lekker. Ja. Ja, toen scheen het zonnetje ook. Toen waaide het ook lekker windje. Het werd wel bij bewolking. Ja. Nou, we gaan zo lekker eten, dus tot later. Ja, we zijn inmiddels aan het eten. En dat heeft Ineke. Ziet er lekker uit. Het smaakt ook lekker, Ineke. En dit is mijn bordje. De pizza.
En dat smaakt ons heerlijk goed. Beste. Ik ga even verder met eten, anders wordt het koud. Van Ineke is al koud, maar... Wat zeg je, Ineke? Wat ga je doen? Ik ga even het verhaaltje van de lunch compleet maken. Ga je alle bakjes weer uitpakken? Hoe was het? Heerlijk. Ja? Ik heb ook heerlijk gegeten. Ja. De koffie na was ook goed. Café Gourmand. Ja, ik vind het alleen een beetje goedkoop verpakt. Ja, ja, dat is wel jammer. Maar het was lekker. Wat gaan we nu doen? Ik denk dat we nu zo gaan afrekenen, want dat zal wel moeten, denk ik. Ook in Frankrijk. En dan gaan we gewoon even wat highlights aan de kijkers tonen. Wat is er van Cagnes meer wat wij zo leuk vinden? Nou ja, dat is altijd een vraag die onbeantwoord blijft, omdat wij dat nooit echt goed weten te duiden. Maar het is gewoon een klik met Cagnes meer vanaf 2004, toen we hier kwamen al. En ja, en wat nou zo speciaal is aan Cagnes meer? Ja, de ene heeft dat met Griekse eilanden of met Griekenland, Italië of met bepaalde plaatsen in Italië. Of de Ardèche of de Dordogne of Spanje. Mensen zweren bij Spanje. Maar goed, dat is ieder zijn smaak natuurlijk. Maar wij gaan even wat highlightjes opnemen. Highlightjes. Het lijkt wel haren. Highlights opnemen en dan plakken we dat erachteraan. En dan laten we het kijken zien wat wij van leuke dingen van Cagnes meer vinden. Is dit ook het einde van de nieuwe vlog? Nou, dat is een hele goeie. Ik denk dat we dit ook kunnen gebruiken als afsluiten voor vlog 19 alweer. Oké. Dus, bedankt voor het kijken. Inderdaad, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken. Ja, abonneren en belletje en dat soort dingen. En een duimpje. En een duimpje. Duimpjes zouden we erg leuk vinden. Ja, abonneren natuurlijk ook, maar ja. Daar ga ik niet meer oproepen. Dat spreekt een beetje voor zichzelf. Want ja, dat is altijd leuk voor het plakbandpensioen. Oké, tot de volgende vlog. Wat zei je, Ineke? Tot de volgende vlog. Oké, dag dag. Dit is Brasserie de Halles trouwens. Dat kwamen we vroeger veel. Nu niet meer. En dit is ook een vrij drukke straat. Eigenlijk is dit een hele drukke straat. U gaat naar het centrum. Kerk, waar zo te zien nu een begrafenis aan de gang is, een begrafenisdienst, een dienst. En de auto te zien die er staat naast. Hey, het zonnetje is een beetje achter een wolkje. We gaan weer verder. Nu zijn we eigenlijk in het centrum van het centrum van Centre de Ville. Dit is het centrum, dit plein. Kwamen we vaak, met name hier. Daar gingen we dan meestal nog wel wat drinken of Sunny dan wat lunchen. Zeker toen Dani hier nog werkte. En dit plein heeft toch al wat veranderingen ondergaan. We hebben hier al wat verschillende pleinen gezien. Ja, op dezelfde plek weliswaar, maar... En dit is voor ons eigenlijk ook weer nieuw, sinds 2019 was de laatste keer dat we hier waren. Ja. Dus dat hebben ze toch ook alweer aangepast. Ja, nou ja. Dat is een grote zandbak hier. Ja. Nou, daar is de overdekte markt. En hier komt een of ander evenement. En we gaan daar straks boodschappen doen bij de Intermarché.